Hoi allemaal, vandaag een filmpje over iets waar ik best altijd heel veel vragen over krijg. Dat is namelijk, wat gebruik ik nou eigenlijk zelf? Nou, dat verandert nog wel eens. En waarom? Omdat ik natuurlijk wat producten uittest. Maar ik heb wel een soort van ritueel wat ik dagelijks doe. En daar worden wel eens producten natuurlijk gewijzigd. Maar het blijft ongeveer wel een beetje hetzelfde. Dus laat ik beginnen in de ochtend. Ik heb een normale tot droge huid. Ik ben natuurlijk wat ouder. Ik ben 43. En ik kies er altijd voor om 's ochtends niet meer mijn gezicht extra te reinigen. Dat doe ik 's avonds. Maar wat ik wel doe, is altijd met een watje en wat toner. Deze is van MAC. Een toner zonder alcohol in ieder geval. Over mijn gezicht gaan, waardoor ik zeg maar net even de nachtcreme die ik op heb gehad bijvoorbeeld eraf haal. Wat extra vuil erop is gekomen, wat er nog op zat, haal ik er met dat watje met toner even goed vanaf. En ik bereid mijn huid voor op de huidverzorging die erna komt. Toner, dus heel belangrijk. Daarna begin ik, nou sinds augustus, iedere dag met Le Jour de Chanel. Het is een soort serum, maar ook weer niet echt. Het is een apart product. Als je er meer over wil weten, dan zou je even naar de artikelen op YouTube zien kunnen gaan. Om wat meer achtergrond zeg maar te weten hoe dit nu werkt. Le Jour de Chanel, 2 pompjes voor mijn hele gezicht. Het frist mijn gezicht op. En ik ben dan weer klaar voor de volgende stap, want hierna volgen nog een aantal stappen. Dit trekt heel snel in, voel je eigenlijk niet meer op je huid, vrijwel binnen een paar seconden weg. Daarna ga ik over op een echt serum. Een serum wat geschikt is voor mijn huid. Dit is van La Prairie, het Cellular, Cellular Power Serum. En dat is echt heel erg fijn. Ik ga binnenkort een review over maken, maar om maar even aan te geven, dit is het serum wat ik nu heb gebruikt de laatste 2 maanden. Momenteel ben ik begonnen met een nieuw serum. Daar ga ik dan ook weer een maand of 2 maanden ga ik dat gebruiken, als dat bevalt natuurlijk. En dan switch ik eigenlijk zo tussen de verschillende serums. Deze is in ieder geval, geeft mijn huid een behoorlijke oppepper. En als je wat ouder bent, dan kun je dat best wel gebruiken. Het is ook niet vettig, trekt snel in. En dan ga ik weer door met de volgende stap. Want dat is een dagcreme. Nou, een dagcreme is iets wat je huid beschermt en verzorgd. Dit is een dagcreme waar ook een SPF 30 in zit. Heel belangrijk om je huid iedere dag te beschermen tegen de zon. Zelfs in de winter. En ook als je niet gaat liggen in de zon of op het terras gaat zitten. Maar gewoon echt iedere dag. Want als het heel bewolkt is, zoals vandaag, zul je niet zoveel UV-stralen op de aarde komen. Maar ze komen er wel. En die schadelijke stralen, die kunnen zelfs je huid dan al beschadigen. Vooral ouder maken. Nou, om dat tegen te gaan, kun je dus het beste altijd een crème met SPF gebruiken. Ik gebruik eentje met SPF 30. Deze is de Photoplasma van Perricone. Een hele fijne crème. Heel leuk ook, want hij heeft een roze kleurtje. En hij voelt heel lekker aan. Vrij neutraal om te ruiken. Maar ik ben er echt gek op. En hij is ook al bijna op. Dat zie je. Dus dan moet ik gauw kijken naar welke ik dan ga gebruiken. Die gebruik ik over mijn hele gezicht. Heb je nu een dagcreme zonder SPF. Dan zou je na je dagcreme een zonproduct kunnen aanbrengen. Een city blocker. Of in ieder geval een product wat een SPF bevat. Maar ik gebruik dus deze dagcreme. Vervolgens ga ik altijd door met mijn lippen. Ik breng iedere ochtend een laagje lipbalm aan. Niks bijzonders misschien, maar wel belangrijk. De 8 Hour Cream Nourishing Lip Balm vind ik momenteel heel erg fijn. En die werkt ook goed. Het is ook goed als een basis voor een lipstick. Hè? Want dat is mooi als je lippen goed verzorgd zijn. Als je het iedere ochtend doet, dan... Ik heb er voldoende aan. Overdag smeer ik niet echt meer wat bij. Omdat deze al heel goed verzorgt. Dus dat is heel fijn. En dan ga ik verder met de ogen. Ook heel belangrijk. Nou, mijn ogen, de huid onder mijn ogen kan wel eens wat droog zijn. En dan gebruik ik eigenlijk altijd een hydraterend serum om dat net eventjes wat meer voller te laten lijken. En dan ben je ook die droogtelijntjes een beetje kwijt. Dit is het Super Aqua Eye Serum van Guerlain dat daar heel fijn in is. Chanel heeft ook een heel fijn oogserum. Speciaal natuurlijk bedoeld voor de ogen, dus dat kun je makkelijk ook om je ogen aanbrengen. Het heeft ook geen problemen met make-up, is niet vettig of zo. Het combineert heel goed. Die gebruik ik een druppeltje. En daarna altijd een oogcreme. En dat is deze. Dit is mijn favoriete oogcreme van de laatste tijd. De La Mer, de Eye Concentrate. Een klein stipje eigenlijk. Zet je tegen je op je harde delen, zeg ik dan altijd, van je ooglid. Dat is eigenlijk waar je botten voelt zitten. Vervolgens blend je het een beetje in. Klop je het heel voorzichtig in.
En dat mag ook hierboven, maar doe dus bijvoorbeeld geen oogcreme op je oogleden en ook niet hieronder. Omdat het ook wel eens een beetje kan zorgen voor gezwollen of puffy ogen. Weet je, want dan worden je ogen net een beetje dikker en dat wil je niet. Dus beperk het tot hier. Die crème die trekt vanzelf zeg maar richting je ogen. En dan heb je niet dat hele puffy gedoe wat je misschien niet zou willen. Oogcreme onmisbaar, zeker als ik concealer gebruik, want anders dan ziet het er niet uit. Dus natuurlijk heel erg zonde. Nou, dat is eigenlijk mijn gezichtsverzorgingsroutine. Dan hoort nog één stap bij en dat is de primer die ik gebruik voordat ik make-up ga aanbrengen. De Clinique Super Primer. Echt een super product. Het werkt gewoon heel goed. Het zorgt ervoor dat mijn huid matter blijft, de poriën worden kleiner, zonder dat het zo'n vervelend laagje geeft. Dus ik ben echt heel groot fan van deze primer. Als je niet van dat siliconenachtige gevoel houdt bij een primer, dan moet je deze echt proberen. Echt geweldig. Dan ga ik over naar wat ik in de avond doe, want dat is wel weer heel anders natuurlijk. Logisch, want dan wil je je make-up eraf halen. Nou, dat is het belangrijkste, make-up eraf halen. Ik ga meestal 's avonds onder de douche. Dat betekent dat ik of de Purity Made Simple gebruik, dan ben ik in één keer klaar, haal ik mijn make-up ermee af en ik reinig mijn huid. En die gebruik ik eigenlijk altijd in combinatie met de Clarisonic. Dat hebben jullie denk ik wel vaker gezien en gehoord. Dit is trouwens de nieuwe Clarisonic, de Clarisonic Aria. Ja, de Aria. En die kan heel snel draaien, maar daar komt binnenkort nog een review over. Je Purity Made Simple van Philosophy is echt al een paar jaar best favoriet. Maar ik wissel hem ook wel eens af met andere producten. Vooral ook omdat ik ze moet testen. Dit is een van mijn favorieten. Momenteel gebruik ik al, nou zeker een maand, misschien wel langer, deze producten van Guerlain. De Secret de Purité, dat is zeg maar hun speciale reinigingslijn. Dit is de Cleansing Radiance Gel. Het is een soort van olieachtige gel die je gebruikt op je droge huid. Vervolgens masseer je zeg maar heel je make-up eraf. En spoel je het daarna af met water. Dan is je make-up eigenlijk zo goed als verdwenen van je gezicht. Maar dan wil je nog wel je huid goed reinigen. En dat doe je met dit, ja, een beetje schuim is het eigenlijk, foam. En dat zit dan in zo'n, ja, als je dan oppompt, dan krijg je echt een vol schuim. Nou, vervolgens reinig je daar je huid nog eens een keer mee. Double cleansing, daar ben ik ook fan van. Dus eerst make-up eraf en daarna nog een reiniger om je gezicht echt goed te reinigen. Echt een aanrader. Nou, heel fijn, er komt nog wel een review over. Maar zo kun je natuurlijk ook een ander merk product gebruiken. Maar deze vind ik wel heel erg prettig. Nou, dan ga ik onder de douche vandaan, logisch. Dan stap ik over op La Nuit de Chanel. Dat is eigenlijk hetzelfde wat ik van in de ochtend gebruik. Een soort serum. Is het niet helemaal, maar daar kun je het wel mee vergelijken. La Nuit de Chanel gebruikt twee pompjes. Dat kalmeert de huid en brengt hem eigenlijk tot rust in de nacht. Heel fijn. Maar dat combineer ik wel altijd met een nachtcreme. En dat is ook de bedoeling. Ik zou er nog een serum tussenaan kunnen brengen. Dat heb ik nu niet zo heel vaak gedaan, maar dat kan wel. Vervolgens stap ik over of ga ik een nachtcreme aanbrengen. Ik wissel eigenlijk twee nachtcremes af. De Hope in a Jar Night van Philosophy is heel fijn. En die bevat ook behoorlijk wat glycolzuur. Dat is eigenlijk een exfoliant die je dode huidcellen heel zachtjes van je huid afweekt. Waardoor je er veel stralender uitziet en fijne lijntjes en zo minder zichtbaar worden. Maar ik vind hem best wel een beetje heftig om iedere nacht te gebruiken. Dat doe ik dus niet. Ik wissel hem dus af met een hele volle, rijke nachtcreme van Guerlain. Dat is de Abeille Royale. En ja, dat wissel ik een beetje. Op het moment dat ik denk van, nou, mijn gezicht mag wel weer een beetje meer glans hebben. Dan ga ik dus voor een nachtje Hope in a Jar Night. En dan zie ik er de volgende dag inderdaad veel frisser uit. Vind ik nou dat mijn huid wat droger aanvoelt. Dan ga ik inderdaad voor de Abeille Royale. Dat is een rijke nachtcreme. En ja, die bevalt ook heel erg goed. Wissel ik ze met elkaar af. In het weekend, of af en toe, niet alleen in het weekend. Maar af en toe gebruik ik ook in de nacht een exfoliant. Dan laat ik de nachtcreme even voor wat het is. Dan ga ik alleen maar een exfoliant gebruiken. Chanel heeft een hele fijne milde exfoliant. Le Weekend de Chanel. Die echt perfect is. Ook als je bijvoorbeeld puistjes hebt, is het echt een heel fijn product. Niet dat je nou zegt van, goh, als je echt acne hebt, is het niet het geschikte product. Maar iedereen heeft wel eens een keer een puistje of een pukkeltje of een plekje wat een beetje, nou ja, wat een beetje geïrriteerd is. Nou, en dan smeer ik gewoon een heel klein beetje van dit op. Kan overdag, kan in de nacht. En dan merk je echt dat de volgende dag of de volgende ochtend is het zo goed als weg. Het is ook een exfoliant, op een milde manier. Maar het prikt wel een klein beetje als je een gevoelige huid hebt. Dus misschien moet je het dan niet al te vaak gebruiken. In het weekend is het de bedoeling. Dus eigenlijk één of twee keer in de week. Ik gebruik het zelfs wel drie keer in de week. Dan doe ik het 's ochtends en 's avonds. En je ziet echt dat je huid ervan opknapt.
Dat is Louis Kent de Chanel. Die producten die werken trouwens samen heel erg goed, maar je hoeft ze niet per se samen te gebruiken. Al denk ik dat ze toch wel uiteindelijk beter tot hun recht komen. Maar je kunt ook een gewoon exfoliant gebruiken. Deze is van Ren. Het is eigenlijk gewoon een vloeistof die je over je schone gezicht aanbrengt. Laat het zitten gedurende de hele nacht. En in de ochtend was je het eraf met een beetje water, een beetje toner. En dan is het inderdaad zo dat je huid veel glanzender. En er komt eigenlijk een soort van nieuwe huid tevoorschijn. Heel erg fijn en echt heel goed als je juist, als je wat ouder bent, om af en toe een exfoliant te gebruiken. Hoeft niet iedere dag. Wissel het een beetje af. Kijk naar wat je huid aan kan. Eén keer per week zou kunnen, een paar keer per week zou kunnen. En nou, zo moet je dus even een goede manier vinden die bij jou past. Nou, dit is even mijn basis skin verzorging, huidverzorging. Ik zal proberen iedere maand of iedere twee weken een update te geven. Dat doe ik niet altijd in een filmpje, omdat het nou ook weer niet zo waanzinnig verandert. Maar ik zal het zeker in een artikel op Beauty Scene doen. Wil je dus meer weten over mijn huidverzorgingsroutine en de producten die ik gebruik? Ga dan naar beautyscene.nl of volg mij op Instagram. Want daar laat ik ook best wel vaak mijn favorieten van dat moment zien. En dan kun je daar ja, altijd vragen stellen of zo. Dat is natuurlijk altijd geen probleem. Dat kan ook hieronder. Dankjewel voor het kijken. Als je meer vragen hebt over mijn routine of over iets anders, zet de comment dan hier beneden. En dan zie ik jullie vast de volgende keer wel. Dankjewel voor het kijken nog een keer. Doeg!